staat nu op het dak van de MENA, de bibliotheek van Rotselaar. Op het eerste zicht lijkt het een onschuldige bibliotheek. Maar als we verder de geschiedenis ingaan, zien we dat dit gebouw oorspronkelijk een brouwerij was. Er werkten twee broers in de brouwerij, Achille en Valère. Achille is op een tragische manier het hoekje omgelopen. Met zijn sjaal in de machine terechtgekomen en er doorgestikt. Moord of niet, wie zal het ons vertellen? Doden kunnen niet praten. Onze interviewsters trokken erop uit en vroegen de reactie van een paar mensen in de buurt. Man, wat een griezelige feitjes we hier te weten komen. Onze interviewster Veerle vroeg aan een bewoner een paar vragen. Hallo meneer, zou ik eens iets mogen vragen? Ja, zeker. U woont hier zo dicht bij de toren. Ja. Heeft u misschien zo nog nooit iets raar gemerkt omdat u hier zo dichtbij woont? Ja, ik heb het al een paar keer gemerkt en ik vind het echt waar eng. Van boven soms is er licht en dat gaat aan en uit en ook met kreten. En ik ben eens aan de deur daar gaan kijken en ze was vast en ik heb het al een paar keer gemerkt. Ik vind het echt wat creepy soms. Ja. En ook in de slaapkamer. Hier langs de voorkant heb je ook al eens gezien dat boven is de toren helemaal verlicht en die gaat soms, dat is met een blauwe lamp zo, en die gaat altijd aan en uit. En daar zit niemand in de toren? Nee, en dan ga je kijken en dan zie je niks meer, maar ja, ik vind het vreemd. En weet je niet over de legende hier van de toren? Ja, misschien is het de geest wel en die had dan hier iedereen wat schrik aan jaagt. Ja, dat kan wel. De toren heeft te bouwen ofzo, of ja, ik weet het ook juist niet. De MENA schijnt toch niet zo normaal als te liggen. We sturen onze reporter naar garage Van der Borcht. Daar kunnen we een paar vragen stellen aan Luc Van der Borcht, eigenaar van de garage. Hallo meneer, mag ik u een paar vragen stellen? Ja, ik ben Luc, ik ben een eigenaar hier. Werkt u hier al lang? Ja, het bedrijf staat al verschillende jaren. Oké, en hebt u soms al rare dingen gemerkt in de MENA daar? Wel, in de MENA, als ik een keer s'avonds buiten kom en ik moet met een wagen naar huis, ja? Ja, dan is dat soms toch wel een beetje raar. Dan vraag ik me uiteindelijk af, want ik hoor soms voor lawaai zo. Mm-hmm. Precies, gekrijs. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ja. Gekrijs, ja. Er echt over nagedacht heb ik nog niet, hè, want ik moet hier natuurlijk zorgen dat hier bedrijf draait. Maar ik hoor dat toch regelmatig, zo elke avond zoals ik hier passeer, dat is bijna elke avond hetzelfde. Ah, ja, ja maar, ik zal er misschien eens meer moeten opletten. Oké, dat is graag. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Okay. Ja. Ik ben Karin, ik ben hier vrijwilligster. Weet u toevallig iets over die mythe over de toren hier? Een mythe over de toren. Wel, verleden week, als ik wilde afsluiten, ging ik naar de deur. En aan de deur werd ik ze precies zo tegengehouden. Ik kon niet verder. Ik maar duwen en duwen. Toen ik dacht, wat is dat nu? En dan plots in één keer kon ik wel door. Kwam ik aan de trap. En toen had ik zo'n heel raar geluid gehoord. Zo iemand die dat zo... Ja, een raar schreeuw had ik gehoord. Toen ben ik rap naar buiten gegaan, de deur op slot gegaan. En ik weet het niet voor de rest wat hier nu zit. Ik denk dat dat wel een toeval was. Misschien, verleden week was er veel wind. Was het misschien de wind die ik gehoord heb? Ik had wel aan het denken geweest, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En toen dacht ik, ja, boven had ik eigenlijk bij de informatieve boeken wel veel boeken over de toren hier weg gaan zetten. Dus van iemand die het ontleend had. En er was een boek die viel. En die viel open en dat was zo... Een man van vroeger die daarin stond. Ja, een hele rare man. Heeft nu daar iets mee te maken dat erin zat of wat? Ik weet het niet. Oké, dankjewel. Mag ik u een paar vragen stellen? Ja, absoluut. Weet u dat er hier juist 101 jaar geleden een tragisch ongeluk is gebeurd? Ja, daar weet ik van. Het ging over Achille en Valère, zijn twee broers. En het gerucht gaat ronden dat de geest van Achille nog rondwerft hier in en rond de MENA. Heeft u daar al rare dingen rond gemerkt? Ja, ik heb daar al een paar rare dingen over gemerkt. Ik heb die geest eigenlijk al gezien, zelfs gevoeld. Op een gegeven moment moest ik eens naar boven gaan om
De zaal was verhuurd en we moesten daar nog een paar dingen gaan klaarzetten. En ik kwam boven en ik hoorde daar een heel kil geluid. Ook roepen. Het was precies iemand die ze ontwurgen waren. Dat was een beetje beangstigend en dan ik ben eigenlijk naar beneden gekomen. Want ik heb toen naar mijn collega gebeld van, ik moet niets ondernemen. De lift ging open, ik stopte naar buiten en toen kwam er precies een geest, iemand met bloedrode ogen. Die wandelde precies dwars door me heen. Ik was echt bang toen. Toen ben ik gelopen.